Officieel is het geen kerst meer en Vlogmas is dan eigenlijk ook officieel voorbij. Maar ik ga nog een paar dagjes verder. Het is vandaag, ja, laten we zeggen, derde kerstdag. Ik ga vandaag kerst vieren met mijn ouders. Dus ik ga me nu klaarmaken voor de dag. En ik ga mijn nieuwe krultang gebruiken. Ik heb hem gisteren al een beetje uitgeprobeerd. Van mezelf heb ik een slag. Dus dit is mijn natuurlijke haar. Alleen, het valt nooit zoals ik wil dat het valt. Dus daarom vind ik het wel fijn om soms een tang erin te zetten. Ik heb niet per se een speciale techniek. Dit is wel een manier wat voor mij het beste werkt. Ik pak random een pluk. En ik hou eigenlijk voor ongeveer 10 seconden het plukje zeg maar om de krultang. En dan laat ik het langzaam in mijn handen vallen. Laat ik het nog even een aantal seconden in mijn hand afkoelen. En laat ik het los. Ik vind de gekrulde kant toch meer put together. In vergelijking met de andere kant, het is niet verkeerd. Maar dit klopt meer of zo op de een of andere manier. Dus ik ga even de andere kant op doen. Deze grauwe dagen maken me echt verdrietig. Er is ook echt geen straaltje zon te bekennen. Maar ja, het is niet anders. Ik ben ready. En we gaan straks naar mijn ouders toe. Het is echt een wereldreis om naar te komen. Dus dat is iets minder. Maar gelukkig doet Milo het hartstikke goed in het OV. Dus dat scheelt. Maar klein geheimpje. Als het goed is, krijgen we volgend jaar een auto. We moeten nog even wachten tot de levering. Maar ik kan niet wachten. Want het OV is in de stad heel erg fijn. Maar als je ergens anders naartoe moet gaan, is een auto toch wat praktischer. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik sta nu op het punt om naar de kapper te gaan. Ik heb mijn haar ook niet gedaan, het zit vast in een knot, want ja, ik ga toch straks mijn haar bijwerken. Ik ga het alleen laten knippen, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Ik heb al wat ideeën, maar ik kom later wel terug met het eindresultaat. En over het algemeen ga ik niet zo vaak naar de kapper, 9 van de 10 keer is dat maximaal 2 keer per jaar, tenzij ik mijn haar ook laat verven. Maar ja, bijknippen doe ik eigenlijk bijna nooit. Tegenwoordig is naar de kapper gaan ook een uitje voor mij en Rits. Want we gaan er samen heen. Milo mag mee, want de kapster vindt Milo ook helemaal geweldig. Het is een soort van familieuitje geworden. Oh, ergens wel heel erg schattig. Het is inmiddels later op de dag. Zoals je kunt zien ben ik terug van de kapper. Mijn haar is geknipt. Ik heb van die curtain bangs idee.
Het is een beetje geïnspireerd op de Sabrina Carpenter look. Ik ben helemaal obsessed met haar. Maar ze heeft ook een beetje hetzelfde gezicht of gezichtsvorm als dat ik heb. Ik heb ook een beetje een rond hoofd. En toen dacht ik, weet je, misschien is het een idee om ook iets van curtain bangs te knippen. Dus even wennen. Maar ja, ik ben in ieder geval heel erg blij mee. En na de kapper ben ik met Riz en Milo even naar de Starbucks geweest. Daar even een koffietje gedaan. En daarna ben ik wezen lunchen met een vriendinnetje. Ook nog even de stad in geweest. Niet echt wat gekocht, alleen een beetje make-up. En nu ben ik alweer thuis. Het is bijna het nieuwe jaar, dus nieuw jaar, new me. Ik kan niet zo goed beseffen dat het jaar alweer bijna voorbij is. Ik heb zo'n gevoel dat 2023 pas halverwege is. Ik zeg het ieder jaar weer hoor, maar de tijd vliegt echt. Ben me mentaal even aan het voorbereiden op het nieuwe jaar. Zo ben ik al eerder deze week begonnen met het maken van mijn vision board. Die is overigens nog niet helemaal af, maar ik ben er wel mee bezig geweest. En ik ben ook aan het manifesteren geweest. Of ik ben altijd aan het manifesteren, maar ik heb heel veel gejournald. Ik heb een aantal dingen in een boekje geschreven van wat ik het aankomende jaar graag wil doen en wil bereiken. Ook dat is ook nog niet helemaal af. Soms leg ik de druk echt op mezelf dat ik alles binnen een bepaalde tijdsframe gedaan wil krijgen. Maar uiteindelijk lukt dat gewoon niet. Omdat ik dan misschien een beetje inspiratieloos ben. Dus ik vul mijn manifestaties en doelen en ideeën wel gedurende periode aan. En dat is ook helemaal prima. Naast dat wil ik ook gewoon heel graag het nieuwe jaar zo georganiseerd mogelijk ingaan. Dus ik heb vandaag ook tijd besteed aan het reorganiseren van mijn agenda. Ik gebruik altijd Google Calendar, dus ik heb dat een beetje opgeschoond. Even een globale planning voor de aankomende weken gemaakt. Zo heb ik een overzicht van wanneer ik werk, wanneer ik andere dingen ga doen. Hoeveel vrije tijd ik eigenlijk heb. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb het huis even opgeruimd slash schoongemaakt. Hier en daar waren er nog wat prulletjes wat rondzwerfde. Mijn dagelijkse bezigheid is natuurlijk ook stofzuigen, dus dat heb ik gedaan. En ik merk dat ik elke dag struggle met mijn make-up stash. Want het is zo chaotisch en ik hou het maar niet opgeruimd. Dus misschien moet ik daar een ander systeem voor bedenken. Maar ja, ik vind het ook wel even fijn om dingetjes op te ruimen. Dus ook al ben ik er maar 5 minuten mee bezig, ik vind het toch wel eventjes prettig. En een dingetje wat ik nog steeds aan het doen ben, is het opschonen van mijn fotoalbum of fotorol, camerarol, hoe je het ook wil noemen. Ik heb aardig wat foto's. Sinds kort, echt eigenlijk sinds dit jaar gebruik, of vorig jaar gebruik ik iCloud. Voorheen deed ik dat nooit met extra opslagruimte. Ik heb dat nu wel gedaan, maar ik had voorheen 28.000 foto's en video's, screenshots, noem het maar op. En inmiddels heb ik er nu iets minder dan 23.000, maar ik moet nog gaan opruimen. Maar dit is ook wel een goed werkje om wekelijks eigenlijk te doen. Want ik vind het gewoon zonde om alles te bewaren. Dus hier ben ik nog wel eventjes zoet mee. Of ik dit allemaal voor het nieuwe jaar gedaan krijg is een ander verhaal. Maar ja, ik probeer het gewoon even elke dag half uurtje of zo te doen. En over het nieuwe jaar gesproken, lekker goede voorbereidingen. Ja, ik hou er gewoon wel van om het jaar goed af te sluiten en het nieuwe jaar goed te beginnen. Al is het ook maar gewoon een nieuwe dag en tijd is maar tijd. Maar ik heb een begin gemaakt met het brainstormen van video-ideeën voor het nieuwe jaar. Want sinds, dan ben ik begonnen, oktober, heb ik weer besloten om natuurlijk YouTube-video's te maken. Vlogmas is bijna voorbij. Ondanks dat ik langzamerhand weer in de flow kom, heb ik toch een beetje inspiratie nodig. Want ik ben natuurlijk in 2012 begonnen met maken van YouTube video's. Ik heb van alles en nog wat gefilmd. En soms blijf ik een beetje hangen in het verleden wat ik voorheen heb gedaan. Wat overigens ook niet heel erg is. Maar ik ben gewoon even aan het nadenken wat voor content ik in het nieuwe jaar wil gaan maken. Dus er staan al wat ideetjes op papier. Of nou ja, in mijn telefoon en op mijn laptop. En ik kijk er naar uit om al die dingetjes uit te gaan werken. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik zal alleen nog een beetje moeten kijken hoe het zit met mijn planning, met mijn werk. Want ik werk 4 à 5 dagen in de week. En al make it work.
weet je, we gaan er gewoon voor dat het gaat lukken. Ik denk dat ik het nu wel voor gezien hou. Dit was dan Vlogmas 2023. Ik vond het leuk om het te doen. Het was wel een beetje gekkig omdat het een andere insteek had dan de voorgaande keren dat ik het deed. Maar ja, het zijn toch al wat herinneringen die ik vast heb gelegd. En ben benieuwd hoe we over een jaar staan. En hopelijk tot het nieuwe jaar.